Welkom in het Haga Juliana Geboortecentrum. Allereerst willen we jullie van harte feliciteren met de zwangerschap. In deze film vertellen we graag meer over het Haga Juliana Geboortecentrum, daar waar moeder en kind centraal staan. Het Haga Juliana Geboortecentrum is een integrale geboortezorgorganisatie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de eerste lijnsverloskundigen, eerste lijns kraamorganisaties, het geboortehotel Haga en de afdeling verloskunde van het Haga ziekenhuis. In onze visie staat de zwangere centraal. Zij krijgt de juiste zorg van de juiste zorgverlener op het juiste moment. En wij doen er alles aan om dit te realiseren. Als je thuis bevalt, krijg je zorg van je eigen verloskundige en kraamverzorgende van de door jou gekozen kraamzorgorganisatie. Mocht je ineens toch zelf naar het ziekenhuis willen of moeten om medische reden, dan ben je bij ons van harte welkom. Zo is er in het Juliana Kinderziekenhuis 24 uur per dag een anesthesist, gynaecoloog en kinderarts aanwezig. De afdeling neonatologie bevindt zich naast de afdeling verloskunde, zodat ook deze deskundige zorg dichtbij is, mocht dat nodig zijn. Op de kraamafdeling bevinden zich ook twee kraamneosuites, waar een zieke moeder en een zieke baby samen verzorgd kunnen worden. Op de derde etage bevinden zich het geboortehotel Haga en het Ronald McDonald Huis. In het geboortehotel Haga kun je na de bevalling de kraamtijd doorbrengen. Als je gebruik wilt maken van de zorg van het geboortehotel voor bevalling of verblijf, schrijf je dan van tevoren in via de website. Het Ronald McDonald Huis biedt een fijne en rustige plek aan ouders wiens kind ligt opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis. Het Haga ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en dat betekent dat wij verpleegkundigen, verloskundigen en artsen in ons ziekenhuis opleiden. Het kan dus zijn dat u een zorgprofessional in opleiding tegenkomt. Bij een eerste bevalling is het verstandig om telefonisch contact op te nemen met je verloskundige of met het ziekenhuis als je een uur lang weeën hebt om de 3 à 5 minuten. Zij gaan dan verdere afspraken met je maken. Voor een tweede of volgende bevalling is ons advies om te bellen als je een uur lang weeën hebt, ongeacht de tijd die ertussen zit of wanneer het voelt als flinke weeën. Als je vliezen breken is het belangrijk om naar de kleur van vruchtwater te kijken voordat je contact op gaat nemen met je zorgverlener. Is het vruchtwater geel, groen of bruin van kleur, bel dan echt direct dag en nacht met je verloskundige of het ziekenhuis. Is het vruchtwater doorzichtig, helder van kleur en is je kindje ingedaald, dan is het niet nodig om 's nachts contact op te nemen. De eerstvolgende ochtend bel je dan met je verloskundige of het ziekenhuis. Is je kindje echter nog niet ingedaald, dan moet je wel meteen bellen, ook al is het 's nachts. Verder is het goed om te weten dat je altijd mag bellen als je ongerust bent. Wacht dan niet. Voel je je kindje bijvoorbeeld minder bewegen dan normaal of heb je ineens veel bloedverlies, bel dan ook direct met je zorgverlener. Ook indien je hoofdpijn hebt, sterretjes ziet, braakt en of bovenbuikpijn hebt, is het verstandig om contact op te nemen. Ben je nog geen 37 weken zwanger en krijg je dan buik- of rugpijn die komt en die gaat, of breken je vliezen voor de 37e week van je zwangerschap? Ook dan is het advies om meteen te bellen. Tot slot is het slim om in het laatste trimester een koffertje met spullen voor jou en de baby klaar te hebben staan. Mocht je dan onverwacht naar het ziekenhuis moeten gaan, dan heb je alles binnen handbereik. We vallen vol vertrouwen. Wie wil dit nu niet? En waarom zijn er vrouwen 9 maanden lang bang voor de bevalling? En vaak komt dit door de negatieve verhalen van anderen. En dat is echt niet leuk, want jouw babytje heeft recht op een eigen bevalling. Een mooie bevalling begint met bewustzijn. Wees je bewust van de kracht van jouw gedachtes. Negatieve gedachtes en de behoefte aan controle geeft een negatief stofje, adrenaline. Dit stofje zorgt ervoor dat we gaan vechten, vluchten of bevriezen. Super handig als we echt in gevaar zijn. Maar vreselijk onhandig als we gaan bevallen. Hoe meer angst, hoe meer verzet en hoe meer en langduriger en pijnlijker de bevalling wordt. Bevallen is loslaten. Letterlijk de baby loslaten. En daar hebben we andere stofjes voor nodig. Namelijk de liefdeshormonen. Endorfine. Je voelt dat als je ontzettend blij bent en jouw babytje voelt de blijheid met jou mee. Het geeft jouw baby zelfs tijdens de bevalling een betere doorbloeding. En vertrouwen, dat geeft endorfine.
oxytocine, het bindingshormoon, speciaal om jou te laten binden met jouw babytje. Dit avontuur brengt jou naar de verjaardag van de leukste baby ter wereld. Het invullen van een bevalplan kan jou helpen om aan te geven wat je nou belangrijk vindt tijdens jouw bevalling. Wees hier wel realistisch in en realiseer je dat je de bevalling niet kunt regisseren. Bespreek je bevalplan en de wensen met de zorgverleners, zodat iedereen op de hoogte is van jouw wensen en daar zoveel mogelijk rekening mee kan houden. Tijdens de bevalling heb je helaas niet alles in de hand. Maar met vertrouwen, de juiste ademhaling en de juiste support van jouw partner kan de bevalling echt met liefde plaatsvinden. Als je aankomt bij het Haga ziekenhuis, kun je je auto parkeren in de parkeergarage. Volg hiervoor de borden Parkeergarage Haga Hospital Leiweg. De uitgang van de parkeergarage bevindt zich recht voor de hoofdingang. Hier staan ook rolstoelen voor u klaar. Indien je komt bevallen met je eigen verloskundige, dan word je door een kraamverzorgende van het geboortehotel Haga bij de hoofdingang opgehaald. Zij begeleidt jullie dan naar de verloskamers. Ben je bij het ziekenhuis onder controle? Dan komen jullie zelf naar de afdeling. Volg dan de route bevallen E2.3. Neem lift E aan de linkerkant van de gang naar de tweede etage. De route staat ook op de borden aangegeven. Meld je via de intercom, dan doet een verpleegkundige de deur open. De afdeling verloskunde heeft 12 verloskamers waarvan er 3 zijn uitgerust met een bad. Elke verloskamer is ingericht met een verlosbed en een eigen badkamer. Voor de partner bestaat er de mogelijkheid om te blijven slapen op de kamer. In elke verloskamer staat een opvangtafel waar indien noodzakelijk gebruik van wordt gemaakt. Op een aantal kamers bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van een draadloos CTG-apparaat. Hierdoor is het mogelijk om vrij te bewegen in de kamer en zelfs gebruik te maken van de douche of het bad, ondanks dat continue bewaking van uw kindje noodzakelijk is. Als je bij je eigen verloskundige bevalt, word je continu begeleid door een kraamverzorgende van het geboortehotel. Als tijdens de bevalling blijkt dat het noodzakelijk is de zorg over te dragen aan een gynaecoloog of klinisch verloskundige, dan blijf jij op de verloskamer. Jouw verloskundige en kraamverzorgende dragen dan de zorg over aan de klinisch verloskundige en of een arts en een verpleegkundige. Veel voorkomende redenen van een overdracht zijn een bevalling die onvoldoende vordert, een wens tot pijnstilling, als de baby in het vruchtwater heeft gepoept of bij twijfel over de conditie van de baby. Bij vrouwen die van hun eerste kind bevallen, wordt meer dan de helft van de vrouwen tijdens de bevalling overgedragen van de verloskundige naar de gynaecoloog. Ben je eerder bevallen, dan is dit ongeveer een kwart van de vrouwen. Het eerste uur na de bevalling wordt ook wel de golden hour genoemd. Hierin staat het kennismaken met jou en je kindje centraal. Als de medische situatie het toelaat, is dit het moment om je kindje lekker bloot op bloot bij jou te laten liggen en de eerste voeding te geven. Mocht er geen medische reden zijn om na de bevalling nog in het ziekenhuis te moeten blijven, dan mag je 2 uur na de bevalling al naar huis of naar het geboortehotel. Als je na de bevalling medisch gezien nog niet naar huis kan, word je vanaf de verloskamer overgeplaatst naar een van de 19 kraamsuites. Kraamsuites zijn eenpersoonskamers met eigen douche en toilet. Ook hier mag je partner 24 uur per dag aanwezig zijn. En voor de actuele bezoektijden en regels verwijzen wij jullie naar onze website. Mocht je kindje opgenomen worden in het kinderziekenhuis, mag je als moeder altijd bij je kindje blijven. En komt een kraamverzorgende dagelijks bij jou langs. In het geboortehotel Haga kunnen jullie verblijven in een van onze comfortabele en huiselijk ingerichte kamers. Onze kraamverzorgenden nemen in die eerste belangrijke dagen de zorg voor jullie baby op zich en geven jullie tips en instructies over de dagelijkse verzorging. Elke dag zal de kraamverzorgende jullie baby controleren op gewicht, kleur en temperatuur. Ook houdt ze bij of de baby goed drinkt, slaapt, poept en plast en of jullie baby alert is. Ook jouw herstel houden we natuurlijk goed in de gaten. Naast de zorg biedt het geboortehotel comfort, veel privacy en rust. Zo kun je volop genieten van je baby en optimaal op krachten komen.
Bezoek is van harte welkom. Bekijk voor de actuele bezoektijden onze website. Ik ben een van de vele kraamverzorgenden die werkt in deze regio. Als kraamverzorgende verzorg ik jou en je baby thuis tijdens de eerste dagen na de bevalling. Dagelijks controleer ik of alles goed gaat met jou en je kindje. Vertrouw ik iets niet, dan overleg ik met de verloskundige. In het begin mag je van mij lekker uitrusten en genieten van je kleintje. Ik help je met het verschonen en met de voedingen. Natuurlijk bied ik ook graag een luisterend oor. Ik snap dat je wil praten over emoties door je heen gaan. Zeg me dus gerust wat je denkt en laat vooral weten wat je wensen zijn in de kraamweek. Dan doet jouw kraamverzorgster haar best om een onvergetelijke week van te maken. Wij hopen dat deze film een goed beeld heeft gegeven van het bevallen in het Haga Juliana Geboortecentrum. Wij wensen jullie alvast een mooie zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe en hopen jullie hier snel te mogen verwelkomen.